Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Veend seizoen 3. Oh, daar zijn we weer! We staan hier op mijn oude verlaten ruïne, wat eigenlijk mijn bomenfarm is. We hebben hier een mooi uitzicht op de boot, op mijn strand, op mijn huisjes en op het hele lege platform daar waar we vandaag mee aan de slag gaan. We gaan vandaag officieel de schiereilanden bouwen. Maar ik begon hierboven, jongens, om jullie te laten zien dat deze bomenfarm van mij niet mangrove houtproof is. Ik heb geprobeerd mangrove hout, zoals je hier kan zien, te farmen in mijn bomenfarm. Alleen daardoor is dus blijkbaar heel mijn vloer hier opgeblazen en zit er één groot gat in. Is niet iets wat ik nu op ga lossen, dat komt volgende keer wel, maar notitie voor mij in de toekomst. Geen mangrove hout proberen te farmen in je bomenfarm, want de bomenfarm blaast op. Maar goed, laten wij naar beneden springen hier. Zwemmen we even uit het schedel en dan gaan we gelijk naar het lege platform daar. Hier heb ik in de vorige aflevering met Joris alles helemaal plat gestampt. En ik zou hier de schiereilanden gaan bouwen. René is op mij aan het wachten hier. Want René en ik gaan even wat ruilen met z'n tweeën. Volgens mij heeft ze niet door dat ik ben. Ik ga er slaan, dus ik zeg kapot. Zo. Ik schrik me rot, zegt ze. Nou, maakt niet uit. René, ik heb voor jou, want zij vroeg namelijk of ze wat koper mocht hebben. Nou, heb ik hier dit allemaal voor de. Kijk, voor jou, René. Allemaal voor jou, zo. Hoppakee, en dan krijg ik allemaal mos van haar. Dat had ik namelijk nodig. Kijk, dat is allemaal voor haar. Dan stoppen we met mijn mos bij de rest van mijn mos. Dat hebben we namelijk allemaal nodig voor details zoals dat daar. En René mocht hier alles hakken wat ze wil en wat ze nodig had. Dus al het koper wat je hier nog kan vinden zoals dit. Dat mag je allemaal... Oh, ze gaat al weg. Oké, laat maar, René. Laat maar. Ik dacht, je mag het ook nog hakken, maar nee hoor. Nee, loop maar weer weg. Doet iedereen altijd weglopen van me? Dat is niet waar trouwens. Maar goed, jongens. Ik wil beginnen met de schiereilanden. Ik heb alle blokken al een beetje verzameld die ik nodig heb. En dit is natuurlijk wat we allemaal over hadden van het minen hier. Ik heb overigens ook wat diamonds en goud hier neergelegd. Omdat ik dit als experiment... wil ik dit een beetje als detailblok gebruiken in mijn... hoe noem je dat? In de schiereilanden. Dat ik zeg maar tussen dat zwarte daar beneden dan bijvoorbeeld een diamond blok stop. En dan gold ore wat hoger. En het is heel duur. Ik weet dat dan ga je letterlijk diamond en goud gebruiken als decoratie van je gebouw. En het is niet eens een gebouw, het zijn bergen. Maar we zijn piraten, jongens. We moeten onze rijkdom kunnen tonen in ons gebouwen, denk ik. Maar goed, ik denk dat het tijd is om gewoon te beginnen. Ik hou bewust even dit steen nog hier. En ik ga later pas het water overal doorheen laten lopen. Puur, zodat ik niet eens het onder water hoef te bouwen. Of in het water terechtkom en mijn blokjes verdwijnen en zo. Dus ik gok dat als deze timelapse klaar is, dat er wat rivieren moeten gaan worden, nog steeds steen is. En dat we daarna pas dat steen weg gaan halen om daar rivieren van te maken. Het klinkt misschien onduidelijk, maar het gaat wel duidelijk worden in de timelapse. Dus laten we beginnen met de eerste timelapse van deze aflevering, jongens. De schiereilanden van mijn piratenbasis. Klik even op het duimpje omhoog, pak er wat eten bij en geniet van de timelapse. 3, 2, 1, bo! Heel blij met deze timelapse en wat het resultaat is. We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6 schiereilandjes kunnen maken. En zoals ik al had verwacht, heb ik het water er tussendoor nog niet gedaan, zodat ik de eilandjes erop kon doen. En ik dacht, weet je wat, dat kunnen we wel even na de timelapse doen. Dus het water, dat gaan we zo meteen doen. Maar ik was dus lekker aan het bouwen en bla bla bla. En uiteindelijk was het klaar. Nu zijn we ongeveer 2 dagen verder in het leven. En ik kom weer online. Ik draai me om. En ik zie daar toch kapitein Bruinbaard. Het eerste standbeeld is gebouwd voor meneer KB. Zoals je weet heb ik natuurlijk een paar afleveringen geleden een hele woeste zee, heel woest zeemonster gemaakt. Een kraken bij meneer KB daar. En de opdracht voor hem, die kon hij natuurlijk vinden in het zeemonster hier binnen. En dat was standbeelden bouwen van Billy de Cowboy, kapitein Bruinbaard en de Brown Pearl. Oftewel het paard van kapitein, of nee, van Billy de Cowboy. Wat betekent dat meneer KB de kraken officieel heeft
ja, hoe noem je dat? Geënterd, binnengetrokken. Hij is naar binnen gegaan in de kraken. Hij heeft zijn opdracht begrepen en hij is dus begonnen met de standbeelden over het continent te verspreiden. En kapitein Bruinbaard is de eerste. Laten we even kijken. Kijk, er mist hier alleen nog een bruggetje. En ik denk dat het wel leuk is als ik of meneer KB die zelf gaat bouwen. We moeten nog even kijken. Maar het zit natuurlijk behoorlijk dicht bij mijn baas. Kijk, daar is mijn boot. En daar is de kraken. En daar is meneer KB zijn basis. Maar kapitein Bruinbaard, wat zie je er? Zijn neusje. Dat ziet er echt leuk uit. Ik vind dit echt geweldig, jongens. Ik vind kapitein Bruinbaard een hij is groot trouwens. Jeumig, wat is hij groot. Hij is van dichtbij veel groter. Hey, kist, er zit er spul in. Oh, jammer. Hier misschien? Nee. Jemige. Kapitein Bruinbaard, wat ben je een megastandbeeld. En ik vind het leuk dat je hem vanaf mijn basis gewoon kan zien, jongens. Dat maakt me echt heel blij. Een pad er ook leuk naartoe en zo. Ben je nou benieuwd naar hoe dit standbeeld gebouwd is en hoe meneer KB zijn geheime opdracht nou daadwerkelijk uitvoert? Dan moet je even naar meneer KB zijn nieuwste Cotter 2 video. Hele leuke video. Maar goed, laten we snel teruggaan naar mijn schiereilandjes. Want het is nog niet af. Jullie hebben het gezien in de timelapse. Het ziet er allemaal leuk uit en zo. Maar ik moet nog wel het water door laten lopen. Nu staat het allemaal nog lelijk op steen en zo. En dat ziet er niet uit. Kapitein Bruinbaard, jongen. Wat geweld met zijn vogeltje ook echt. Kapitein Snavel, de eerste. En ik denk, voordat ik dit water ga doen, dat ik eventjes wat blokjes nodig heb. En ik denk dat ik alle blokjes die ik hier heb wel kan hergebruiken ervoor. Voornamelijk het steen. Ik heb natuurlijk nog genoeg steen hier. Ik had namelijk erg overschat hoeveel blokjes ik nodig zou hebben. Ik had verwacht dat ik veel meer blokken nodig zou hebben. Maar ik heb echt letterlijk heel veel over. Maar wat ik dan eventjes wil doen, is hier dit een beetje afsluiten zo. Dan even het water dichten hier. Heel stom, want dit moet ik zo meteen uiteindelijk weer slopen. En trouwens, volgens mij heb ik hier... Nee, ik heb niet hier sponsjes liggen. Die liggen in mijn basis. Ik heb nog sponsjes waarmee ik dit eigenlijk kan legen. Misschien veel handiger, maar dan moet ik helemaal naar mijn schip toe lopen. Kijk, wat ik namelijk wil doen is hier zo langs het randje wil ik alles eventjes weghalen. Zodat niet gelijk het water al helemaal doorstroomt. Maar zodat we wel de rivier er tussendoor die we willen hebben. Want hier komt natuurlijk allemaal water. Dan kunnen we alvast de vorm van de rivier maken. En dan wanneer dat af is, haal ik gewoon dit stenen muurtje hier weg. En dan kan het water langzaam doorstromen. Oeh, en ik denk dat ik hier wel een beacon voor nodig heb, jongens. Dit is echt veel te traag. Zonder beacon dit weghalen, dat is echt geen doen. Dat is gewoon echt geen doen. Dus ik ga mijn favoriete vriend weer even een berichtje sturen. Joris, ik heb je beacon nodig. Laat ik dan wel vast even de locatie van de beacon hier maken. Zo, hoppakee. Dat straks als Joris hier is, dat ik in ieder geval mijn eigen ijzer heb gebruikt. Althans, tot zover dat kan. Oké, dit is letterlijk al het ijzer wat ik heb. Meer ijzer heb ik op het moment niet. Laten we even naar Joris gaan en een beacon van hem lenen. Goed jongens, Joris is niet online. Maar ik heb toestemming van hem gekregen. Kijk, dan kan je hier zien, hoppakee. Hij zegt, je kan die bij het observatorium pakken. Die mag ik gewoon lenen van hem. Het is allemaal goed. Dankjewel, Joris. En het observatorium is natuurlijk hier. Dat is dit mooie ding hier. En er komt een mooie paarse beacon uit. Dus ik ben wel bang dat ik dan... Huh, hier is hij helemaal niet paars. Daarboven is... Huh? Oh, dat kan natuurlijk. Als het goed is, wordt hij dan ergens daarboven. Kijk, daar gaat hij door paars glas. Maar deze mocht ik gewoon zomaar pakken, zei Joris. Dan pakken we alleen de beacon. En hoppakee. En dan wil ik heel even snel langs meneer KB zijn ijzerwinkel om gewoon behoorlijk wat ijzerblokken te kopen. Want dan heb ik voortaan ook gewoon genoeg voor een beacon. Want om nou elke keer ook het ijzer en zo te lenen, dat is gewoon... Ja, vind ik niet netjes. Nou, niet netjes. Ik leen de hele beacon. Maar dan gaan we even langs meneer KB zijn ijzerwinkeltje. Oh, zombie. Hallo. Ah, zombie. Oh jee, er is een gast hier. Oh jee, die gaan we even doodmaken eerst. Kom maar hier. Kom maar. Kom maar. Kom. Kom. Step. Hallo. Oh mijn god, hij zit ook echt net daar. Zo, jij bent dood. Even langs de winkel van meneer KB. Daar is hij. De ijzerstore. Wat is dit nou weer? Sheriff Junior. Je zit vast. Hoe kom je hier nou weer? Dit heb ik niet gedaan. Dit is precies de kooi die ik zou maken. Maar dit heb ik niet gedaan. Wat is dit nou? Dit moet ik tegen meneer KB vertellen. Maar dat komt straks. Eerst even langs de ijzerwinkel. Even koekeloeren wat de prijzen hier ook alweer zijn. 1 stack is 8 diamonds. Heb ik dat? Ik heb maar 1 diamond. Dat meen je. Heb ik maar 1 diamond? Waarom heb ik maar 1 diamond? Oh, dan kan ik helemaal niks kopen. Ik dacht dat ik genoeg had. Ja, ik kan 1 stack van dit kopen. Alleen daar heb ik iets minder aan. Zo. Wat is hierboven eigenlijk? Oh, hier heb ik al eens eerder gekeken. Hij verkoopt ook eten, hij verkoopt leer en hij verkoopt pack mud. Maar goed, jongens. Ik denk dat ik dan even wat andere blokken thuis moet verzamelen. Even kijken, hoor. Maar voordat we naar huis gaan om dat te doen, jongens, ga ik toch even meneer KB vertellen over dat ik Sheriff Junior heb gevonden. Oh, en dan kunnen we misschien meneer KB hier naartoe brengen. En dan vragen we een riante goudprijs voor een beacon. Ja, dan wil ik gewoon heel veel goud of ijzerblokken, zodat ik mijn beacon kan doen, weet je. En dan vertel ik aan meneer KB dat Sheriff Junior hier gevonden is bij het kaboutercasino. Dat vind ik een hele goeie. Op die manier komen we aan nog meer ijzer en aan nog meer goudblokken, of wat we willen. In ieder geval zodat we onze beacon stroom kunnen geven. Ja, meneer KB is online, jongens. Hij heeft het gehoord.
Heel veel vraagtekens en uitroeptekens. Oké, ik heb gezegd dat we ontmoeten bij Bruinbaard. Dan ga ik hier even met Benny, de beruchte piratenbaas, gaan we naar Bruinbaard toe. Ontmoeten we daar even met meneer KB. En dan ga ik hem vertellen waar Sheriff Junior is. Ook al kan hij dat waarschijnlijk zelf ook wel doen. Maar ik ga er geld voor vragen. Als een echte piraat. Dit gaat helemaal goed komen. Kijk, daar is Bruinbaard. Daar zouden we als het goed is dan ontmoeten. Ja, alleen er is nog geen brug. Dus dat is wel vervelend. Kan ik hier overheen springen met Benny? Kom op, Benny, dit kunnen we. Hoop! Oh, nou, dat was redelijk... Oh, nee, dit was echt slecht. Zo, aan de overkant zetten we een Penny even... Benny zetten we even daar neer. En dan gaan we wachten bij Bruinbaard. Gaan we hier gewoon... Slash sit. Hoppakee, zitten we mooi op de grond. Dit vind ik echt perfect. Ah, dan zal je hem hebben. De cowboy. Kijk hem ook staan. Goedemiddag, sheriff. Avond. Hallo. Hallo. Hij lijkt wel een beetje op je. Ja, ja, het is me ook mijn overgrootvader dat dit. Dat is te zien. Ja, vooral, ja. Wat moet ik dat zeggen? Ik wil zeggen zo'n mooie kwaliteit, maar hij volgens mij niet echt mooie kwaliteit. Nou, en bedankt. Nou, nee, zo bedoel ik het niet. Ik bedoel, het standbeeld is heel mooi. Het standbeeld is echt heel mooi. Gelukkig. Maar ik bedoel zijn uiterlijk. Gewoon, zeg maar, wat in onze genen zit, weet je? Ja. Zijn genen. Ja. Vooral ja, hoe noem je dat in de loop der jaren karakter. Groter geworden. Vooral karakter, inderdaad, ja. Denk ik. Hey, ik vind hem echt leuk geworden. Ik vind hem echt heel leuk geworden. Vooral ook gewoon dat hij details heeft, zoals dat voetje van hem. En die haak en die vergrootglas en zo. Echt leuk. Maar we komen hier natuurlijk voor zaken. Altijd. Altijd. We komen voor altijd voor zaken. Hey, ik heb Sheriff Junior gevonden en gespot. Oké. Hij is op zich veilig, maar het is ook wel weer zielig. En ik denk dat iemand mij probeert in te luisteren, maar ook weer niet. Ik snap het niet, maar ik ben wel heel benieuwd. Ja, hij zit in een kooi. Oh, en nee. En die kooi is één op één zoals ik hem zou bouwen. Maar ik heb het niet gedaan. Dat kan ik echt beloven. Dus iemand anders dacht, weet je wat? Ik stop ook een paard in een kooi. Ja, en precies de kooi zoals ik hem zou bouwen. Maar, daar komt hij. Ja. Ik ben natuurlijk een piraat. Ja. Dus ik vraag er wel prijs om naar hem dat ik hem naar je breng. Ik ga even kijken wat ik voor je heb. Wat heb jij over voor Sheriff Junior? Het ding is... Ik ben wat heb ik over? Hoe geweest. Bedoel je? Ja, wat heb je over voor Sheriff Junior? Ga je nu weer losgeld vragen? Dit was vorige keer. Ja, natuurlijk. Weet je nog maar ik heb er toch niks mee te maken nu. Ik ga je alleen maar helpen. Ik bedoel, ik heb niet gestolen. Ja, maar het is toch heel raar? Het is toch heel raar? Waarom? Het is mijn paard. Ja, maar ik zeg, ik ben toch een piraat. Ik ben toch een beetje... Ik kan niet hier in Bruinbaard gewoon losse informatie. Ik heb wel iets voor je wat je misschien wel leuk vindt. Oeh, oké. Okay. Ja, kijk. Oh, dat is, ik wilde eigenlijk wat anders, maar dit vind ik eigenlijk veel leuker. Oh, ja. Mag ik het echt hebben? Nee. Zeg maar, we ruilen het. Ja, voor de locatie van mijn Oké, volg mij maar. Neem mijn deputy. Okay. Je moet wel een beetje traag, want mijn paard Benny is niet zo snel als deputy. Ja. Moet ik eerst ook een stukje zwemmen? Ja, dat wel, inderdaad. Kijk, ik had Benny hier al neergezet, zo, hoppakee. Nou gaan we het krijgen. Ja, hij Waarom? Is best wel een simpele plek. Ik denk als ik het niet had verteld, had je hem uiteindelijk zelf ook wel gevonden. Dat maakt het denk ik nog erger, dit. Ik word opgelicht. Weer. Ja, ik zag hem gewoon ineens. Ik was gewoon toevallig in één keer dacht, wat is dit nou weer? Wow, dat is Sheriff Junior. Ik ben echt heel erg benieuwd. Oké, ik ga vast, want jij bent toch sneller. Ja, ik hou je nu al in. Ja, je bent echt belachelijk snel. Oh, waar is het pad? Ja, ik ben heel pad kwijt. Ik wou zeggen dat het pad ook hier was. Oh, gevonden. Huh? Waar ben je? Hier is hij. Ja, neem ik even rustig aan. Een kwartier te wachten. Kan je niet gewoon even niet galopperen en gewoon in draf gaan of zo? Oh, dat kan dit? Echt. Ik zie dat het kon. Hoe kan dat? Hoe doe je dat? Traag gaan met het paard. Ik druk gewoon de hele tijd. Je klikt gewoon tikjes. ik denk, kan je echt traag gaan? Jemig, wat ben je snel. Het is echt een race monster, het is echt maar komt goed. Binnenkort nieuwe paarden te kopen. Ja, dan krijg ik Super Benny. Ja. Ik wil echt een Super Benny. Super Benny gaan we regelen. Benny 2. Dit is geen doenje of zo. Dit is Betere geen Benny, ga ik hem dan noemen. Betere Benny is een mooie naam ook. Betere Benny, ja. Oké, maar we gaan nu richting de winkelvallei. Ja, we gaan inderdaad... Hé, dat is een nieuw dingetje. Huh? Een nieuw dingetje? Zie je dat ook daar links? Kijk. Nee joh. Die heb ik ook nog niet eerder gezien. Ik was hier net nog. Een huisje. Zullen we even kijken? Voordat wie we gaan? Hier, of... Wie is hier? Nou, je... Nou, oké. Ja? Vooruit. Okay, ja. We gaan even kijken. Wil je van het pad afdwalen of wil je het pad volgen? Kom, we gaan zo. Het pad afdwalen, ja. Ik kan het zeggen. Wat is dit? Voor wie is dit? Ik heb geen idee. Wat voor winkel is het ook? Ik denk iets met Prismarine. Oh, het is een visje. Het is een visje hier. Het is een visje. Ze hebben een visje gemaakt. Hey, dan wilde ik dat doen. Ja, dit is leuk, hè? Dit vind ik ook wel schattig. Wat scheten. Wat is het? Even kijken. Ja, deze winkel wilde ik heel graag. Deze winkel wilde ik echt heel graag. Prismarine. Ja, ik heb dus een probleem. Oh, jij. Ik hoor ook een zombie. Ik vind het hele mooie blokken. Ja. Maar ik ga ze waarschijnlijk niet gebruiken.
Nee, ja, ik heb toevallig voor het zeemonster heb ik ze gebruikt. En voor mijn daken. Maar ik moet wel even mijn diamonds gaan verdienen, want mijn diamonds zijn op. Had jammer. Maar een winkel of zo die kon bijvullen. Oh, trouwens, er was vandaag iemand op zoek naar spruce. Ja? En je had geen voorraad, blijkbaar. Dat is het alweer op, mijn spruce. Ja, dat denk ik dan. Oh, ik heb geen God. Idee. Kracht. Kom, we gaan. Ik ga je naar sheriff leiden hier. Ik ben erg benieuwd. Kijk. Ik ging dus even hier kijken, zo. Is hier iets verkocht? Jij bent de enige die wat hebt gekocht. Ik heb laatst iets gekocht, ja. Binnenkort, ja, binnenkort Netherite armor. Het ging hier zo naar beneden en toen keek ik naar rechts. En toen zag ik hem. Oh nee, wat staat erbij dan? Nu weet te winnen, exclusief bij het kaboutercasino. Sheriff Junior gevonden, echt. Misschien. Ja, hij is gevonden, een soort van. Maar ja, je kan hem dus winnen, dus Sheriff ik denk Junior. Of je gaat hem stelen. Geef hem even voor. Maar we kunnen ook proberen om hem te winnen. Ah, dankjewel. Pas op dat ze niet... Nee, pas op, nee. Nee, wat doe je nou? Nu gaat Benny en Deputy gaan samen wat doen, of is dat niet zo? Hebben ze wat gedaan? Ruzie. Oh. Was je weer niet goed genoeg, Benny? Hey, nee, kijk! Sheriff heeft een kindje! Wat? Dat is wel echt een scheetje. Oh, hij lijkt wel vooral op Sheriff Junior. Ja. Dat is wel echt cute. Oké, maar... Maar van wie is hij? Is hij van Benny of is hij van Deputy? Geen idee. Wie is de vader? We zullen het nooit weten. Arm kind. Oké, maar hoe win ik dit dan? Ja, ik denk gewoon spelen. Laat ik het proberen. Is hij binnenkort of is hij al beschikbaar? Ja, nu te winnen. Je kan hem winnen. Laat ik het proberen. Hier. We gaan er meteen voor. Ja. Dat is wel een gekke paardenbedoeling hier. Ja, misschien win je hem wel. Het zou toch wat zijn? Oh, ja, ik heb echt allemaal mijn diamonds op uitgegeven net aan je winkel. Ja, maar ik zie het alweer aankomen dat ik dat paard dan nooit win. Gewoon keihard wordt opgelicht hier. Dan nu geef ik jou 5 diamonds in onze spirit. En dan krijg je die uiteindelijk van me als ik zoiets heb. Dan doe ik ook 5 diamonds namens mij spelen. Ja, ik heb het nu niet. Nou weer? Ja, ik heb het nu niet. Ik geloof niet dat dit ooit gaat gebeuren. Kom op. Oh. Nee, weer wat geen prijs. Laat mij klikken. Geef mij eens 1 diamond. Oké. Nou. Weet je wat? Ik doe hem erin. Jij klikt. Ja, ik vertrouw je voor de meter natuurlijk. Nee. Je vertrouwt bijna niet. Ik heb heel veel geluk met dit casino, dat is echt waar. Oké. Ik heb echt meestal 50% kans dat ik ooit raak. Helpt springen? Ja. Ik zei toch! Nee, ik heb niet te geloven! Ik heb heel veel geluk met dit casino. Ik heb gewoon een shulkerbox gekregen. Echt? Ja, maar ik klikte. Boekjes die ik niet nodig heb. Maar geen paard. Oké, dat vind ik wel jammer. Ja, het is de hoofdprijs. Zal ik er nog eentje doen? Nog eentje. Op goed geluk. Is die paard hier ook echt. We gaan ergens heen zonder paarden. Misschien wil je wel... Weer. Ik een briefje! Een briefje, wat staat erop? Ja! Heb je hem? Ik heb hem gewonnen! Yes! Dit is niet normaal. Maar we moeten wel even praten over dat ik klikte. Dus misschien is hij ook wel 50-50 nu. Hey, weet je wat? Nou, jij mag mijn paard absoluut nooit meer hebben. Maar hier, dit is jouw prijs dan. Daar doe je het vast wel voor. Hier, arme snoeper. Oh, dat vind ik echt top. 50 ga ik zo meteen echt je winkel leegkopen. Dus ja, toch gelijk terug. Ja, toppie. Ik had namelijk ijzer nodig. Oh, ik ben zo blij. Je hebt hem ook echt gevonden. De kans dat dat gebeurde was wel echt klein. Dat is Het is de hoofdprijs. Ik neem hem mee. De hoofdprijs. Sheriff Junior, je gaat met mij mee. Kan je terug naar huis. Slijpen. Kan het werken? Slopen. Ja, nee. Ik denk het. Oh. Ja, kan de onderkant misschien. Ik breek de hele tent af hier. Je moet ook nooit meer... Waarom worden die paarden gevangen genomen? Ik weet het ook niet. Ik zou dat ook echt nooit doen. Oké, nou bedankt dat je dit liet weten. Ja, geen probleem. Sheriff Junior is je ook dankbaar. Ja. Sorry. Ik weet niet wat het was. Ik ga niet vragen naar wat je net deed. Ik ga dat niet. Oké, wauw. Wauw, ik ben echt heel erg blij. Ja, dat snap ik. Geen probleem. Ik hoor wel iets over als je een DNA-test wil doen over het kind. Wie de vader is. Ja, dat wordt nog wel een interessante. Kijk nog maar even. Wie als hij traag is, is hij sowieso van Manny. Ja, ik ben erg... Ja, als hij is opgegroeid, laat ik het weten, ja? Dan kan je dat oprecht weten, toch? Als hij hoe snel ongeveer. Hij is. Ongeveer. Hij ziet er wel heel snel uit. Ja, als hij snel is, dan is hij waarschijnlijk wel van Deputy, maar... We gaan arme Manny. Hij zal nooit vader worden. Oh, ik ga nu heel blij naar huis galopperen. Ja, dat snap ik. Hey, maar zouden piraten en cowboys dan misschien toch samen sterk staan? Ja, je merkt het weer. Jij stopte de diamond erin, ik klikte erop. Ik had gewoon winst en dan... Ja, altijd. Ze staan echt samen sterk. Je moet wel nog... Zeg maar, deze kabouter... Oei, die moet ik nog een keer te grazen nemen. Ja, dan weet je in ieder geval wie de dader was. Makkers was al die tijd gewoon onschuldig. Dat sowieso niet. Nee, dat klopt. Die is nooit onschuldig. Maar nu ga ik heel vrolijk naar huis galopperen. Ja, ik ga je winkel leegkopen. Maar, heel goed. Mijn dank is groot. Ja. En adios. Adios. Amigos. Ahoy, cowboy.
Goed, jongens. Laten we dan hier 1, 2, 3, 4, 5 met de diamonds van meneer KB helemaal leegkopen zo. Dan wil ik eigenlijk even een crafting tabletje hebben. Want dan kan ik gelijk kijken of het genoeg is. Maar dat kunnen we ook wel thuis doen. Ben je het tijd weer om naar huis te gaan? Misschien ben je wel vader geworden in het avontuur. Misschien is het wel het kind van Deputy. Ik heb het niet goed kunnen zien. Ik zag gewoon in één keer dat Sheriff Junior een klein veulentje in zijn kooi had. Maar het feit dat hij gewonnen is op de legale casino manier vind ik echt geweldig. Dat we hem niet gestolen hebben, maar gewoon echt gewonnen hebben. Over mijn mooie bruggetje heen. Wat staat hier eigenlijk? Kapitein Knalnut. Helemaal prima. Dat is inderdaad waar we heen gaan. Uiteindelijk wil ik dit land waar we hier nu lopen ook helemaal volbouwen met huisjes en gekkigheid natuurlijk. Maar eerst maar eens even die schiereilanden afbouwen, jongens. En daar wil ik uiteindelijk ook allemaal... Laten we Benny hier trouwens neerzetten, zo. Bij die schiereilanden wil ik uiteindelijk ook allemaal huisjes hebben. En bruggetjes en weet ik voor wat allemaal. Even snel naar de overkant zwemmen met een 360. Ik ben wel echt blij met die schiereilanden, hé. Het was zo'n lelijk stukje land altijd daar. En het ziet er nu zoveel beter uit. Oh god, heb ik hier wel een crafting table staan? Oh nee, als ik hier geen hout en geen crafting table heb. Nee. Nee, dan moet ik weer terugzwemmen. Ik ga gewoon een boom hakken in de buurt hier. Nee, is een boom. Ik ga gewoon één houtblokje hakken. Ik ga gewoon hier. Zo, deze ga ik hakken. Crafting table. Dan kunnen wij maken allemaal blokken. Oeh, ik vraag me af of dit genoeg gaat zijn. Ik denk dat ik zelfs nog te weinig heb dan. Oh jee. Oh jee. Oh, hij is ook helemaal nog niet goed. De verhouding. Oh, dit gaat sowieso niet genoeg zijn. Nee, ik mis hier echt nog... Oh, nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ding. Maar misschien heb ik daar goud voor. Wacht, laten we even kijken. En dan ga ik gelijk die 10-10 plekje geven. Oké, even kijken hoor. Wat kwam ik hier ook weer doen? Oh ja, goud. Ik heb nog 12 goudblokken. Dan hebben we hier nog heel veel ijzer wat we kunnen smelten, zie ik nu. Dat gaan we ook even doen. Gaan we dat goud ook gelijk eventjes mooi smelten. Heb ik nog in mijn eentje goud, ja? Ja, dit gaat wel goed komen, jongens. Dit moet helemaal goed komen. Volgens mij heb ik inmiddels wel genoeg, toch? Ja, 100% wel. Wacht. Jawel, ik moet wel genoeg hebben nu. Maak ook nog even dit goud af hier zo. Kijk. Laten we dan snel teruggaan. Oh nee, wacht, die TNT-blokjes. Die ga ik gelijk een leuke plek geven. Eentje hier in het ruim natuurlijk. Denk ik gewoon hier in het midden is wel leuk, zo. Dan hierboven, natuurlijk op het dek, wil ik dat ook hebben. Hier eentje op de crafting table. En eentje hier gewoon... Even kijken. Gewoon hier zo. Hoppakee, mooi plekje. Maar die zitten wel heel dicht bij elkaar. Nou, dat valt wel... Ja, die zitten te dicht bij elkaar. Wacht even. Deze verplaatsen we naar voren. Hier. Dit is een veel mooier plekje. Hey! Mijn schildpad is uitgekomen, jongens. Ik denk, wat zit er in deze boot? Oh mijn god, dat ei heeft echt 2 jaar gedaan voordat hij een keertje uitkwam. Het schildpad, jongens. Niet te geloven. Niet te geloven. Dat heeft echt letterlijk, ik gok wel 10 afleveringen geduurd. En hij zit nu ook gewoon in een boot. Dan blijf je ook maar lekker zitten tot ik een idee voor je heb waar ik jou ga laten. Dat schildpad is gewoon uitgekomen. Ik was het bijna helemaal vergeten. Goed, tijd om deze beacon af te maken hier. Boing, 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 boing. Boing, 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 boing. Boing, 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 boing. En dan hierbovenop natuurlijk. Boing. En als het goed is, gaat hij dan aan. Juist. Gaan we even met een ijzerblokje. Gaan we hem, of een ijzerdingetje. Hier zetten we hem op haste 2. Zo, als het goed is krijgen we dan haste 2. Ja. En dan kunnen we veel sneller hakken, jongens. En dan zou je zeggen... Max, je had in die tussentijd toch al lang alles kunnen hakken? Nee. Nee, dat had niet. Opbouwen nou. Kijk het verschil met hakken, jongens. Je zag hoe ik net aan het hakken was. En kijk dit. Dit had net niet sneller gekund. Absoluut niet. Dit is zo belachelijk snel op deze manier. Hallo, creeper. Als jij opblaast, gaat het eigenlijk ook wel stiekem een beetje sneller. Maar ik heb geen zin dat jij opblaast. Boy. Nou, laten we dit er nog even uithollen zo. Ik denk dat het niet meer heel veel werk nu gaat zijn. Puur omdat we natuurlijk de beacon nu hebben. Wat doe jij? Wat doen jullie nou hier met pistolen? Zeerovers, jongens. We hebben last van zeerovers. Ik word aangevallen door zeerovers met pistolen. Oh, wat moet ik doen? Ik laat jullie wel lekker zwemmen ook. Ik laat jullie wel met rust. Ga maar lekker zwemmen. Nou, nee, trouwens. Ik ga ze even doodmaken, jongens. Anders zijn ze heel irritant de hele tijd. Kom maar hier. Oh, die zijn daar. Ik wil zeggen, zijn die nou weg? Kom maar hier, jongens. Tijd om de zeerovers te vermoorden. Oh, ze gaan hem beschieten. Oh, jee. Oh, wacht. Oh, 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 ik word beschoten. Oh, ophouden nou. Ophouden nou. Ze missen alles. Oh, nee, ze missen niet alles. Au. 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 Jeumig, wat schieten jullie snel. Ga dood. Oh, irritant. Oké, ze zijn dood. Jij moet ook dood. Hoppakee. Jij bent ook dood. En dan alleen nog die guy daarboven. Jij bent irritant, want jij hebt een vlag op je hoofd. Als ik hem doodmaak, dan krijg ik bad omen. En dan wordt er waarschijnlijk een raid geactiveerd en dan word ik aangevallen. En ik heb geen zin in een grote aanval op mijn piratenbasis hier. Dus we laten jou wel gewoon lekker daarboven zitten. Zolang jij mij niet doodschiet, vind ik het helemaal prima, oké? Deal? Ik vind het een goede deal. Gaan we gewoon lekker verder hakken. Dit hier moet ook natuurlijk allemaal weg. Dit rare stukje steen hier. Zo, hoppakee. Dan later ga ik dit hier onder water wel even netjes maken. Want dit ziet er nu natuurlijk ook niet uit.
dat platte steen hier. Dan bouwen we het wel heel eventjes dicht, zodat het water niet irritant doorstroomt. Oké, jongens, ik ben nu even een tijdje aan het hakken. En ik kom er wel achter dat het iets meer tijd gaat kosten dan verwacht. Dus ik denk dat ik dit laagje hierboven alleen even weghaal. En dan de rest bewaar voor een andere aflevering. Want ik denk dat ik daarna ook gelijk de bruggetjes wil gaan maken. En misschien zelfs al het eerste huisje op zo'n eiland als dit. En dit is nou wel een perfecte plek om een soort van misschien ouderwetse vuurtoren te maken. Ik kreeg namelijk heel veel reacties dat mensen dat daarbovenop hadden gewild. Maar uiteindelijk was ik voor een ruïne gegaan. Maar hier op zo'n schiereiland is uiteindelijk wel een mooie plek om een vuurtoren te hebben. Hier komt natuurlijk allemaal water in, bruggetjes eroverheen. Dan kan je overal naartoe lopen. Dus laat even in de reacties weten, wil je dat ik daar een vuurtoren bouw? Laat het nu in de reacties weten. En vergeet ook even niet te liken. Hakken wij nog even dit laag hier weg zo. En dan vind ik dat we wel echt heel veel progressie weer hebben gemaakt vandaag, jongens. Want die hele eilanden, die stonden er natuurlijk helemaal nog niet aan het begin van deze aflevering. Oh, en ik kan het ook echt al voor me zien als het water zo meteen hier doorheen stroomt. Dan kan je hier gewoon met een bootje, kan je hier leuk varen. Loopt het hier natuurlijk wel mooi met water. En dan die eilanden, lampjes misschien eraan, bruggetjes erover, vuurtorentje hier, huisje daar. Ik zie het al helemaal voor me, jongens. Het gaat denk ik echt heel leuk worden. Eventjes de spulletjes hier weer dumpen. Ik heb weer allemaal nieuw steen natuurlijk. Kijk hoeveel steen ik alleen al van het eerste laagje heb gehakt. En dan wil ik heel even vanaf mijn mast daarboven wil ik gaan kijken naar de eilanden, hoe het er een beetje uitziet. Ik heb helemaal nog niet echt van boven kunnen kijken of zo. Klimmen we even op de grote mast op de ladder naar boven. Het ziet er wel leuk uit altijd als je zo omhoog klimt. En het ziet er... Oh ja, dat ziet er goed uit, jongens. Oh, ik had eigenlijk zo graag nog het water deze aflevering ook willen doen. Het gaat zo een ander gezicht geven als het water er doorheen stroomt. Maar dan zie je echt dat het eilanden zijn. Nu zijn het gewoon rotsen op stenen. Maar als dit... Kijk, dit steen hier gaat natuurlijk ook weg langs die randjes. Dat gaat allemaal weg. Hier komt allemaal water. En dan gaat het er zoveel mooier uitzien. Oh, maar als ik dat nu af heb op een gegeven moment... kan ik langzamerhand dit ronde hier zo gaan doen. Wacht even, mijn render is dus hoger. Want als het goed is, zie je dan... Kapitein Bruinbaard, daar is hij. Nee, maar dit gaat er leuk uitzien, jongens. Echt waar, vertrouw me. Ik hoop dat jullie het er nu al leuk uit vinden zien... vergelijkbaar met de steen van de vorige aflevering. Maar het zijn grote projecten, dus het kost natuurlijk ook heel veel tijd. Dat weten jullie. Maar goed, dit is helaas waar ik alleen tijd voor heb deze aflevering. Zoals je achter me kan zien, hebben we wel een leuke progressie gemaakt. Het is sowieso een hele leuke video weer. Dankjewel voor het kijken. Vergeet zeker even niet te liken. Ben je tot dit punt in de video gekomen? Denk er dan even over na om misschien te abonneren als dat nog niet zo is. Het is helemaal gratis. We zitten op die 331.000 abonnees of zo. We gaan hartstikke hard. Misschien dit jaar nog de 400.000, wie weet. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content veendeel. Heb je die nou nog niet gezien? Dan moet je hem zeker even kijken. Dan ben je weer helemaal up-to-date over alles. En dan nu spreek je later. Glaasje water telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Bup, bup, bup.